Londen onafhankelijk. Gaat toch niet er jaren die een Golden Sporenslag vieren nou? Want ik kan wel zeggen, er is hier in de strikken veegevolgd geweest. Mijn eigen grootvader en dat volgende in de Eerste Wereldoorlog. Achter dat die boom ontploft had, we moeten begraven in 29 kleine kistjes. En iedere jaar ploegen de boeren hier de grond om. En ze vinden van alles. Ze vinden pennen. Ze vinden dode Duitsers. Ze vinden liefdesbrieven aan de soldaten en hun meisjes. Ze vinden stikken geweren. Ze vinden kogels. Ze vinden Playstations. We roven door kluchtenhoorns die een boerenke wel doen verschieten. Ze winnen van alles, maar dat is ook zo uit de Eerste Wereldoorlog. En dat nooit van de Golden Sporenslag. En dat vind ik curieus. Ga je een keer wat zeggen over die Golden Sporenslag? Volgens mij is die bepijst door de Kortrijkzoon. Voor interessant te doen. Voor toeristen te trekken naar onder een stad. Als we zitten, zijn we akkoord Kortrijk. Het zijn commerçant. En drachtreizen tot toonstelling kun je daar met die Golden Sporen daar. Dat dan een beetje voorkomt, dan kijk in de grootste noodlaars en we geroepen Vlaanderen onafhankelijk, Vlaanderen onafhankelijk. Nou kijk, ik heb wat te zeggen. Kortrijk onafhankelijk. Daar zijn we eindelijk vanaf. Hoeveel hebben we? 20.